Nou, hey meneer Kaufman, hey Theo van Rens. Wat leuk dat jullie er zijn. Gewoon weer naar de bioscoop toe, lekker filmpje kijken, wat leuk. Hey, weten jullie eigenlijk waar deze film over gaat? Volgens mij gaat deze film over een paar leerlingen die twee leraren gaan bedanken. Weet je, we gaan wel zien hoe het gaat lopen. Veel plezier met kijken! Hallo meneer Kaufman en meneer Van Rens. Ik wil jullie bedanken voor de leuke lessen die we hebben gehad. Vooral de wijnlessen van meneer Kaufman. Die vond ik altijd heel interessant. Altijd nou ja, de interessante dingen die hij vertelde. En toch wel de leuke manier hoe hij het ons aanleerde. En zorgde dat we de wijnlessen in ons hoofd kregen. En de grapjes die hij tussendoor maakte. En van meneer Van Rens de praktijklessen in het eerste jaar, dat we de hazen, bijvoorbeeld hele hazen gingen schoonmaken, zo. Dat was heel interessant en heel leuk en leerzaam. Nou ja, daarvoor wil ik jullie bedanken. Dankjewel. Beste meneer Kaufman. Meneer Van Rens. Godverdomme, joh. De sip. Beste meneer Kaufman. Beste meneer Van Rens. We willen u heel graag bedanken. We hebben weer genoten van dit jaar. We gaan verder goed doorleren. Beste meneer Kaufman. Meneer Van Rens. Bedankt voor deze jaren. We hebben weer ontzettend genoten van deze 2 jaar. Ondanks of we het wel of niet gaan halen. Laten we proosten en laten we een lekker slokje nemen. Oi, 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 oi. Een persoonlijk berichtje van Felicia uit Bos en Duin natuurlijk. Meneer Kaufman en meneer Rens, dank jullie wel voor jullie leuke lessen en voor jullie leuke jaren. Ik ben jullie erg dankbaar voor wat jullie mij hebben aangeleerd en wat we hebben bereikt tot nu toe. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Hartstikke bedankt voor alles en ja, fijn jaar. Bedankt voor alles. Goedemorgen, Wil Kaufman en Theo van Rens. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het lesgeven en het ondersteunen van de lessen tijdens deze 2 jaar van de opleiding Gespecialiseerd Kok. Het was geen makkelijk jaar voor ons vanwege corona, maar toch hebben wij doorgezet en hebben we toch de eindstreep weten te halen. Het was zeker een leuk jaar. Ik heb veel van jullie geleerd. We hebben gelachen, we hebben gehuild. Maar we hebben ook niet gelachen. Ik wil jullie daar zeker voor bedanken voor deze 2 mooie jaren. En hopelijk zie ik jullie nog eens in de koers. Bedankt en ik geef jullie deze 5 euro. Oké, tot ziens. Hoi meneer Kalman en meneer Rens. Op deze manier wilde ik jullie beiden bedanken voor alle hulp die u de afgelopen 2 jaar heeft gegeven. Hoi, hoi meneer Kaufman en meneer Van Rens. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de afgelopen 2 jaar. Het waren natuurlijk gekke jaren, maar ja, we hebben het allemaal doorstaan. Allemaal gezond, gelukkig. En ik wil jullie daarvoor bedanken. Voor alle steun, voor alle hulp. En ik wil jullie heel veel succes wensen in de toekomst. En hopelijk zien we elkaar nog eens. Groetjes. Hey meneer Kaufman en meneer Van Rens. Koen hier. Ik wil jullie even bedanken in dit bericht voor deze bijzondere 2 jaar. Ik wil jullie bedanken voor de inspirerende lessen, de creativiteit en natuurlijk de humor. Ik heb veel mogen lachen het afgelopen jaar. Maar ook vooral inspanning, steun en hulp. Ik wens jullie vast een hele fijne zomer. En dankjewel. Meneer Kaufman, meneer Van Rens, bedankt. Bedankt voor alles. Bedankt voor het pushen. Bedankt voor het beklimmen van de gebergtes die hier en daar werden opgebouwd. Bedankt voor het elke week opsturen van het huiswerk. Ondanks dat het niet altijd gezegd of op gereageerd werd. Jullie hebben ons echt door de opleiding heen getrokken waar nodig. En daar is mijn dankbaarheid heel groot voor. Ik had niet verwacht dat ik hier nog zou zitten na 5 jaar. Toen ik begon bij Swiers op niveau 2. Maar het is gelukt. Het einde is in zicht. En ik hoop dat we straks een dankje kunnen drinken op het diploma wat behaald is. Dus nogmaals bedankt voor alles wat jullie voor ons hebben gedaan. En ik hoop dat ik jullie in de toekomst nog misschien op culinair gebied weer tegenkom. En wees geen vreemde. Kom een keertje eten als je tijd hebt. En
Tot later. Hallo, meneer Verens, meneer Kaufman. Dank jullie wel voor de afgelopen 2 jaar. Mijn gespecialiseerd kok voor het lesgeven. Het was een leuke tijd. We gaan elkaar weer zien. En ja, we zijn klaar. Dus dan gaan we. Dank je wel. En natuurlijk, last but not least, wil ik jullie ook nog heel erg bedanken voor de afgelopen 2 jaar. Ik heb het super naar mijn zin gehad, ik heb super veel geleerd. En ik kan niet zeggen dat ik niet een beetje blij ben dat het einde in zicht is en dat het einde is behaald. Maar ik ga deze tijd wel missen. Theo, bedankt voor de lessen in het eerste jaar. Ze waren echt super leuk en ik heb het zeer naar mijn zin gehad. En ook de hulp bij het examen. Ja, die was wel belangrijk om het examen te halen. Meneer Kaufman, de leraar die we het meest hebben gehad dit jaar. Uiteraard wil ik ook u bedanken voor al uw hulp. De wijnlessen, de leermeesterlessen, de sociale hygiëne lessen. Eigenlijk elke les die u heeft gegeven. U maakte altijd een feestje van om woensdag naar school te gaan. En u zal gemist worden door ons allemaal, denk ik zo. Ik hoop dat jullie van de video hebben genoten. En uiteraard hoop ik dat meneer Kaufman nog 1 leuk jaar op school heeft en meneer Van Rens nog genoeg leuke jaar tegemoet gaat. Zoals Jesse in de video ook al zei, don't be a stranger. Als u ooit in de buurt bent van één van ons, welke restaurant dan ook, kom even langs, zeg gedag. We gaan jullie missen. Bedankt.